De glazen huiskoord slaat toe in Groningen. Over een maand begint 3FM Serious Request. En nu al wordt op veel plaatsen geld ingezameld voor het goede doel. Ieder doet dit op zijn eigen manier. Zo verkoopt apotheek Hanseplein zijn eigen lippenbalsem. We maken lippenbalsem en die wordt verkocht voor in losse potjes. En het geld dat we daarmee ophalen wordt verdubbeld door de apotheek. En dat willen wij, is onze inzending voor het glazen huis dit jaar. Ook zal de apotheek de opbrengst nog eens verdubbelen en betalen de werknemers zelf alle inkoopkosten. Maar er wordt niet alleen lippenbalsem verkocht, er gebeurt nog veel meer. De leerlingen van het Noorderpoort College hebben een eigen sponsoractie bedacht in Kardingen. Ze schaatsen rondjes en zwemmen baantjes voor het goede doel. De leerlingen hebben het project zelf opgezet en doen enthousiast mee. Ik ga rondjes schaatsen voor Serious Request. We hebben rondjes gezwommen voor Serious Request. De opbrengst van het glazen huis gaat naar de bestrijding van malaria.